Leg dus uit, wat voor bedrijf is Diversiteitsland en welk project hebben jullie gestart? Diversiteitsland is een maatschappelijke organisatie, opgericht door buurtbewoners. En wij streven naar twee dingen. Eén, sociale binding in wijken, in straten. En aan de andere kant streven we naar participatie van niet-West allochtonen in de samenleving. We hebben sinds 1 februari... jongstleden hebben wij het project Kind en Kleur opgezet. Dat is een project waar ouders en kinderen inzichtelijk worden gemaakt in de opvoeding die ze geven en krijgen. Met als uiteindelijk doel om kindermishandeling te bestrijden en te voorkomen. We hebben daarvoor workshops ontwikkeld. Workshops voor de ouders en speciaal ook workshops voor de kinderen. Praten met je ouders. Wie praat er wel met de ouders? Allemaal, gelukkig. Natuurlijk. Durven jullie dan ook alles te zeggen? Niet alles. Niet alles. Niet alles? Niet vieze woorden. Niet vieze woorden? Nee, dat niet. Nee. Als je steun wil krijgen met iets, hoe doe je dat dan? Oh, dat weet ik. Slijmen. Slijmen? En hoe doe je dat, slijmen? Je bent lief en zo. Win-win situatie. Weet u wat een win-win situatie is? Nee. Dat je allebei zeg maar tevreden bent. Toen ik nog jong was, vond ik het niet leuk om boodschappen te gaan doen met mijn ouders. Maar ik wou ook elke zaterdag naar een park gaan, zeg maar, die een beetje iets verder van mijn huis af ligt. Dus toen kwamen mijn ouders met de voorstel van, kijk, en ik mocht nooit gaan. Zeiden ze, weet je wat, als je elke zaterdagochtend met ons boodschappen gaat doen, dan mag je een uurtje naar het park gaan. Dus ik vond het heel, heel erg leuk. Dat is een compromis, begrijp je? Dus ik moet iets doen en hun doen ook iets en dan mag het. Dus je zoekt de middenweg, je komt naar elkaar toe. Als mijn moeder zegt, als je de afwas doet, mag je een half uurtje laten. En dan doe ik, oké, dan doe ik de afwas. En dan zeg ik nog, alsjeblieft, dan frissen we zijn tijd bij. Maar eigenlijk doe ik het voor niks, want mijn moeder is slim. Want ze zegt, als je afwas doet, dan mag je een half uurtje later. Maar afwas is een half uurtje, dus dan heb ik dat altijd verspild. Dus dan zeg ik, je is een half uurtje, zegt ze, nee, 10 minuten. Want je hebt 20 minuten bij afwas gestaan. Dus vanaf als je ouders dan doet ze de tijd al in. Dus aan de tijd gaat nu in. De kinderen die leren hier eigenlijk om te gaan met de opvoeding die ze krijgen. En hoe ze dat beter moeten begrijpen. Dat ze ook inzien waarom dingen worden opgelegd. Waarom dingen eigenlijk verboden worden binnen huiselijke kring. En zo leert een kind ook beter begrijpen waarom ouders regels opstellen. En juist... Ook de aanpak zeg maar, vanuit de kinderen is belangrijk dat er van twee kanten de opvoeding besproken wordt. En dat de gesprekken vervolgens ook thuis gevoerd worden. Ja. Zo heb ik bijvoorbeeld vorige week een ouder gesproken die aangaf dat een kind vragen ging stellen over onderwerpen die het kind eigenlijk tijdens de workshop heeft meegekregen. En dan zie je dat dat effect heeft dat thuis over de workshop wordt gesproken. En dat de ouder daar ook op de hoogte van is, van die workshop. Ouders die vaak door verschillende omstandigheden kind zodanig opvoeden waardoor de kind eigenlijk mishandelingen optreedt. Daar proberen wij bij de ouders in gesprek te gaan en eigenlijk problemen waar ze tegenaan lopen met ze te bespreken en kijken of wij daar oplossingen kunnen bieden. Wie moet zijn schoenen uitdoen als hij thuis zit? Iedereen. Ik soms. Wij vinden het gaan gewoon met schoenen in huis. Wie vindt het niet leuk om ze uit te doen? Waarom vind je het niet leuk? Want bijvoorbeeld als ik net thuis ben, dan doe ik mijn schoenen uit. En dan ben ik thuis, dan zit ik op de bank. Dan zegt mijn moeder zeg maar, dat ik naar de winkel moet. Dan moet ik weer mijn veters en zo. Dat duurt lang. Maar begrijp je ook waarom je ze uit moet doen of ook niet? Anders wordt het huisvies. En dan moet je moeder weer peilen. Maar vaak als mensen komen, bijvoorbeeld ze zeggen ze van, ja ik ben van het licht, ja ik ben van dit, ja van gas en zo. Dan hebben ze echt zulke grote schoenen en met allemaal die vieze dingen. Dan zegt mijn moeder, ja ga maar naar binnen op tapijten en maak het helemaal zwart en zo. Mijn moeder zegt dan, begrijp je ook waarom ze dat doet of niet? Ja, want anders zegt ze, anders als ze zegt, oh ja schoenen aan, dan denk ik van, shit. Het staat voor schut. En het duurt ook, het is niet voor schut, het duurt ook lang. Die man is de hele tijd aan zijn werk en die heeft bepaalde tijdstippen zeg maar, dat hij bij de buren moet komen.
komen zo. Dus als hij schoenen nog moet uitdoen en zijn meestal met die stalen neuzen, dan duurt het 10 minuten voordat hij ze uit heeft. Begrijp je? En dat is maar één keer in de maand ongeveer. Maar jij komt elke dag thuis, dus dan moet ze elke dag extra schoonmaken. Nou, wat aan de orde komt is dat de cultuur van de ouders zelf, dat dat centraal staat. Wij willen namelijk niet een bepaalde manier van opvoeden opleggen. Nee, we willen alleen maar inzicht geven in de opvoeding. Dus inzicht is centraal in de workshop. En wij geven ook een aantal punten mee die in de Nederlandse samenleving belangrijk is voor de kinderen. En het is aan de ouders hoe zij daarmee omgaan. En wij kunnen ze daarbij begeleiden en ook helpen bij het bedenken van oplossingen.